hierover nog aan tafel zit om te praten überhaupt over rechtsstatelijkheid, is het in de koelkast zetten, dus het intrekken van die drie wetsvoorstellen, voor u voldoende? Nou, laat ik eerst even zeggen dat je het wel heel scherp zegt, Sven, als ik Sven mag zeggen. Zeker. Van uw partij. Nee, ik vind in zijn algemeenheid vind ik het inderdaad idioot dat in onze rechtsstaat Nederland een politieke partij met elkaar gaan praten over het vormen van een regering. Dat is niet idioot. Maar wel dat dan eerst bekeken moet worden of we met z'n allen het wel eens zijn over de rechtsstaat. Ja. Dat vind ik idioot. Dus het is niet per se mijn partij, maar voor alle partijen die daar aan tafel zitten. U vindt het überhaupt vind ik idioot? Dat überhaupt raar. En dan nu de vraag, is dit dan voldoende om die idiotie van tafel te vegen? Nou, ik vind, als je zegt in de ijskast, dat vind ik eerlijk gezegd, doet geen recht aan de belofte, want ik denk dat Wilders de belofte heeft afgelegd toen hij lid werd van de Tweede Kamer. Dat doet geen recht aan de belofte op de grondwet. Dat je de grondwet zal erkennen en in ere zal houden. En dat geldt voor alle onderhandelaars die daar aan tafel zitten. Ze hebben allemaal, ik noem het maar even gemakshalve, de eed op de grondwet afgelegd. Ja. Ja, en als je dat gedaan hebt, kun je niet met dit soort voorstellen komen. Maar heeft